Binnen de paprika kwekerij hebben we veel techniek. Dat zijn de oogstkarren die heen en weer rijden. De karretjes rijden op een inductielijn. Dat is een lijn die ligt in de vloer. De kar snuffelt als het ware de lijn op. De kar rijdt eigenlijk automatisch naar de verwerkingshal. Ik ben Mariska Hoogweg. We zijn hier bij Hoogweg Paprika Kwekerijen. Het bedrijf teelt en verpakt paprika's. We maken hier flowpakjes. Dat zijn drie kleuren paprika's verpakt in een folietje. Worden ook wel eens stoplichtjes genoemd. We proberen eigenlijk zo vers mogelijk producten af te geven. Dat kan eigenlijk alleen door dat je ongeveer 24 uur rijdt met de vrachtwagen en dan op plaats van bestemming bent. Dat kan zijn in Marknessen, bij ons in de super. Maar het kan ook zijn dat het ergens in Scandinavië of Engeland of Duitsland terechtkomt. De grootste uitdaging is eigenlijk de ziekte en plagen. Er zitten in de kas heel veel beestjes. Er zijn goede beestjes, maar er zijn ook beestjes die schade brengen aan de plant of aan de paprika. Die beestjes willen we graag bestrijden. Dat doen we zoveel mogelijk met natuurlijke vijanden. Biologische bestrijding noemen we dat. Soms gaat dat niet goed en dan hebben we chemische middelen nodig om te kunnen corrigeren. En die middelen die worden steeds schaarser. Dus dat is wel een punt wat het moeilijk maakt om de ziekte en plagen in de hand te houden. Door ons schaaloppervlak hebben wij eigenlijk de mogelijkheid om de energie anders in te richten als bij een traditioneel bedrijf. Wij maken gebruik van aardwarmte en daarmee verwarmen wij onze kassen. Daarnaast hebben wij warmtekrachtkoppelingen. Warmtekrachtkoppeling is eigenlijk een hele grote motor die gas verbrandt. Daar komt energie, elektriciteit en warmte en CO2 bij vrij. Dat is eigenlijk een afvalproduct, maar kunnen wij goed in de kas gebruiken. Elektriciteit gaat terug het net op en worden eigenlijk de woonhuizen in de polder daarmee verwarmd. Wij zijn niet de partij om te bepalen wat een consument moet doen, maar een paprika is echt heel gezond. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk.